Het melkveebedrijf van Gerard van der Hulst in Hazerswoude was afgelopen week de uitvalsbasis voor ruim 400 studenten. Voor het eerst sinds haar bestaan hield studentenvereniging Minerva uit Leiden haar introductieweek bij een boer. Ik laat ze ook voelen dat het melk warm is. En ik zeg, joh, het is een zoogduur, wat voor temperatuur heeft een zoogduur? Ja, dat weten wij niet. Nou, voel maar aan de melk. En dan verbazen ze zich over dat melk vanuit de koe de lichaamstemperatuur heeft. Dat vinden ze heel wonderbaarlijk. Zo heb ik ook wat mensen hier in dienst en die mogen bij me werken. Die heb ik tussen de middag een lekker eitje voor gebakken, maar ik had net twee eieren te weinig. Ik zeg, joh, gaan we even het kiphok kijken of het soms een kip een ei gelegd heeft. Nou, dat was voor hun natuurlijk een openbaring van die studenten, dat zij een kip van hun ei af moesten jagen. En vervolgens de grootste openbaring was nog dat het ei warm was. Dat was voor hun een wonder eigenlijk. Ja, dat is niet verwacht. Volgens Van der Hulst komt de maatschappij steeds verder van boeren af te staan. Ik vind dat wij te maken hebben met een consument die steeds verder bij ons vandaan drijft. Daar zijn we zelf debet aan, maar hun ook. Zij behoren ook wat meer van hun voedselpakketten te weten. En dat probeer ze iets mee te geven. Ik heb een aantal studenten meegegeven dat één keer in je leven heb je een dokter nodig. Één keer in je leven heb je een advocaat nodig. Eén keer in je leven heb je een priester nodig. Maar drie keer per dag heb je een boer nodig. En dat heb ik ze proberen mee te geven.